Tweede deel van Afkes tiental. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Afkes tiental door Nienke van Hichtum. Wat Jetse uitvoerde. Ondertussen was Jetse met zijn sneebrood de steeg uitgedrenteld. Hij had wel een beetje berouw, en hij was ook uit zijn humeur, maar zijn boterham gaf hem toch een kleine troost bij al dat verdriet. Hij nam er een flinke hap uit en zag met voldoening wat een mooie ronde hap dat geweest was, en hoe netjes zich zijn tanden hadden afgedrukt in de weke aardappelpap. Nog eens een hap, vlak ernaast. Alweer een heel mooie hap, precies zo groot als de eerste, en weer met de duidelijke afdrukken van Jetse's tanden. Jetse had er een verbazende schik in. Hij hapte op die manier de gehele korst van het brood af, zodat alleen het middelste gedeelte overbleef, het lekkerste stukje, waar de aardappelen het dikst waren opgesmeerd. En dat stukje zag er net uit als een langwerpige ster met punten, geheel omgeven door een rand van tandindruksels. Het was mooi, heel jammer om het op te eten, maar toch, Jetse had zo'n honger, en dit was juist het allerlekkerste hapje. Kom aan, maar toegebeten. In een ogenblik was het mooie figuur in Jetse's maag verdwenen. Wat nu te doen? Het was heel koud. Hij probeerde een sneeuwbal te maken, maar het lukte niet. De sneeuw was te hard. Hij sloeg de armen over en tegen elkaar om zijn verkleumde handen te warmen. Zulk omdrentelen, daar word je zo echt vervelend koud van. Jetse verlangde erg naar de kamer thuis, waar het tenminste gezellig was en altijd nog een beetje warmer dan buiten. Daar kreeg hij een goede inval. Hij zou door het takken gaan zoeken voor Mem. Daar zou ze zeker blij mee zijn, en dan mocht hij stellig ook wel weer binnenkomen. Zo gezegd, zo gedaan. In het midden van het dorp stond de kerk met het kerkhof eromheen, en dat kerkhof was omringd door een krans van iepenbomen. Door de harde wind van de laatste dagen waren daar enkele dode takjes afgewaaid, en die verzamelde Jetse nu zorgvuldig. Maar er waren ook al andere spokkelaars bezig geweest, en dus vond hij er niet meer zo heel veel. Hij ging aan het denken. Waar waren nog meer bomen te vinden? In de pastorietuin, en ook bij een paar grote boerenplaatsen. En ja, in het bos van het oude slot, dat een eindje buiten het dorp stond. Ja, daar zou zeker wel droog hout te vinden zijn, want daar ging gewoonlijk geen mens sprokkelen. Het gehele buiten was immers omgeven door een tamelijk brede gracht, en dan woonde daar binnen een oude boswachter van de kwaadaardigste soort. Oude Meind, met zijn houten been, was de schrik van alle kinderen. Geen mens had ooit een vriendelijk woord van hem gehoord, en bij het minste vergrijp ranselde hij erop in. Jetse herinnerde zich nog hoe de oude Bompot de vorige zomer zijn beide zusjes bont en blauw had geslagen, omdat ze in haar onschuld op de wei voor het slot een paar bloempjes hadden geplukt. En die andere keer, toen hij met zijn vriend Allard in de gracht was gaan zwemmen, om de prachtige gele kweeën machtig te worden, die van de bomen aan de kant waren afgevallen en nu op het water dreven. Toen had die oude nare Meind hen ook dadelijk betrapt. Wat deed toen die boosaardige kwelgeest? Hij sloop stilletjes het hek uit en de waterkant langs, totdat hij bij hun kleren kwam, die daar in het gras lagen. Toen riep hij met een hatelijke stem, Zo, jongens, waren jullie daar zo prettig aan het zwemmen? En wou je de kweeperen opvissen uit het water? Wel, wel waardig. Maar als je nou je kleren terug wilt hebben, dan moet je maar bij mij komen, hoor. Wat waren ze toen geschrokken? Maar er was niets aan te doen. Als ze niet moedernaakt thuis wilden komen, dan moesten ze hun kleren bij die kwelgeest gaan halen. En bij elk kledingstuk kregen ze een striemende stokslag over de rug. Jetse kroop nog ineen als hij eraan dacht. Maar nu lagen de grachten dichtgevroren. Er zou zeker veel hout te sprokkelen zijn. En dan nog? Ja, hij wist het wel. Dan waren er ook nog die heerlijke mispelbomen, die altijd zo vol vruchten zaten, waar geen mens ooit iets van gebruikte, net zo min als van de kweeën. Die mispels waren natuurlijk voor het grootste deel afgevallen, en ze lagen nu te rotten onder de boom. En mispels moeten rotten, voordat ze lekker zijn. Jetse wist het best, want de jongens van het dorp hadden ze allemaal wel eens geproefd, als het winter was en de grachten dicht lagen. Dat was een mooie inval. Jetse ging gauw een paar vriendjes afhalen, en fluisterde hun zijn plannetje in het oor. Ze vonden het allemaal prachtig, en ze gingen vol verlangen mee naar dat heerlijke paradijs, dat ze altijd van buiten zagen, en waar ze nooit binnen konden komen, dan alleen 's winters over het ijs. In de dorpstraat ontmoetten ze nog meer kinderen, jongens en meisjes, en die gingen allemaal mee.
ze namen een binnenpad tussen de bouwlanden, opdat Mijnt hen niet vanuit zijn kamer, die op de weg uitzag, zou zien aankomen. Zo naderden ze van de achterkant het door grachten omringde bos. Gelukkig, het ijs was sterk genoeg. De oudste en brutaalste probeerden het eerst, en de anderen volgden. Ja, het was goed sterk, maar de ijsbaan was in het midden ingezakt, doordat het water onder het ijs voor een deel was weggevloeid, zeker ten gevolge van het openen van de sluizen, waardoor een eind verder het overtollige water uit vaarten en sloten in zee kon stromen. Alle liefhebbers van schaatsenrijden hadden al geprutteld. Waar moesten ze nu rijden? Het was een schande, juist nu het water te laten wegstromen. En gevaarlijk was het ook. Op plaatsen waar het ijs niet met het water naar beneden zakte, zoals hier, zouden de mensen menen dat het sterk genoeg was en het doorzakken, omdat het van onderen geen steun had. Maar hier kon je dan tenminste duidelijk zien dat het ijs met het water gezakt was. De kinderen gleden de ene helling af naar beneden en klommen de andere weer op. De meisjes konden natuurlijk niet zo goed tegen dat gladde ijs opklauteren, maar de oudere broers waren wel zo goed om haar aan een springtouw, dat een van haar bij zich had, naar boven te takelen. Het was een toer om die lastige meisjes stil te houden. Ze giechelden zo, en soms konden ze het weer haast niet laten om te gillen, als ze langs de gladde helling telkens weer afgleden. De jongens vonden het prettig dat ze met zo'n groot gezelschap waren. Hoe meer, hoe liever, dan vonden ze zich sterker tegenover de boze Mijnt en, misschien ook wel een beetje, tegenover hun eigen geweten. Daarom hielpen ze de zwakkere meisjes en hun kleinere broertjes zoveel ze maar konden. Nu waren ze alle aan de overkant. Daar ginds stond al een mispelboom. En kijk, daar lagen al vruchten ook, tussen de bevroren droge bladeren. Maar het waren er niet veel. Daar ginds, bij de vijver, iets verder het bos in, vlak bij dat aardige bruggetje, daar zaten de meesten. Dat wisten de grootste jongens te vertellen. Maar dan moeten we eerst het bruggetje over. Wie durft er mee? Riep Ferris Bote, een sterke jongen van 12 jaar. Ik, riep Jetse heel dapper. Ik, riepen ook een paar andere flinke jongens en meisjes. En ik, fluisterde ook de bangen, want ze durfden nog veel minder aan de overkant blijven zonder de dappere aanvoerders, die hen telkens moed inspraken. O, als ze eens geweten hadden dat Mijnt tussen het eiken hakhout verborgen lag en hen beluisterde, wat zouden ze dan benen hebben gemaakt? Pas waren ze allen op het bruggetje, of daar stond de boswachter voor hen, in zijn volle lengte, en met zijn houten been stampte hij dreigend op de bevroren grond. O, zo, riep hij zegevierend, dat is een mooie vangst. Kom maar allemaal hier. Hoeveel zijn er? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ja, waarlijk, 11. Dat is het gekke getal, weet jullie dat wel? Nou, jullie bennen ook allemaal grote gekken, dat je het waagt om hier te komen. Hebben jullie dan Mijnt en zijn stok vergeten, zeg? En hij zwaaide dreigend zijn dikke knuppel. Dat was mijn schrik. Als een kudde angstige lammetjes drongen de kleinsten, en ook de meisjes, zich rondom de grote jongens, aan het andere eind van het bruggetje. Daar gekomen konden ze niet verder, want, o wee, daar had de slimme Mijnt een verspreiding gemaakt van doornige takken. Hij had zijn kleine vijanden wel verwacht. Ferris Bote en onze vriend Jetse waren zeker de twee brutaalsten van het troepje, maar zelfs die twee stonden een ogenblik geheel verbluft. Daar zaten ze nu in de val. Waar was een uitweg? Angstig keken ze naar alle kanten. Rechts, nog links, nog voor, nog achter hen, was enige kans om te ontsnappen. Maar onder hen, daar lag de rivier, een langwerpig ronde waterplas, waarin ook het ijs geheel naar het midden was afgezakt, terwijl het boven aan de wallen was blijven vastzitten. Net een grote waskom. Jetse zag dadelijk dat daar hun enige redding was. Hij had weinig lust om nog eens weer met de knuppel van Mijnt kennis te maken. Hij en Bote fluisterden even samen, en in het volgende ogenblik glipten beide tussen de leuning door, gingen aan het bruggetje hangen, en plof, daar vielen ze neer, op het ijs. Toen gleden ze verder naar beneden, en zo kwamen ze al gauw midden in de waskom terecht. In een doodsangst vermijnd, volgden alle anderen hun voorbeeld, en daar spartelden ze nu door elkaar op de bodem van de vijver. Het ijs knapte en kraakte, maar gelukkig was er geen gevaar bij, want het water stond daar niet hoog. Jetse en Bote waren al gauw weer op de been, en, tot hun schande moet ik het zeggen, ze sliepten Mijnt uit en riepen uitdagend, krijg ons nou maar eens als je kunt. De boze oude liep de knarsetanden op het bruggetje. Hij was woedend dat hij zo zijn vangst verloren had, en toen de jongens hem nu ook nog tartten, verloor hij geheel zijn gewone voorzichtigheid en slimheid. Kijk eens aan, riepen de kinderen,
mijn komt bij ons. En de kleintjes begonnen al te vluchten. De grotere jongens, echter, bleven staan, totdat Mijnd zich, al vloekend en scheldend, van het bruggetje liet afzakken, en nu de helling van de vijver kwam afgeleiden. Een helling nog veel steiler dan die van de gracht. Maar toen een vervolger bijna op de bodem van de kom was aangeland, maakten ook zij dat ze wegkwamen. Elkaar helpend en optrekkend met het springtouw en met boomtakken, was het hele troepje weldra weer boven, en, veilig buiten het bereik van Mijnd, die zich daar beneden op het gladde ijs niet al te best staande kon houden. Tevergeefs probeerde hij, achter de kinderen aan, de helling weer op te klauteren. Die deugnieten hadden nu de grootste pret. Ze dansten als dollen rondom de vijver, en toen Boten begon te zingen, de kinders hebben Mijnd overwonnen, hiep, hiep, hoera, hiep, hiep, hoera. Toen vonden de andere kinderen dat zo mooi, dat ze er dadelijk mee instemden. Luid juichend klonken hun schelle stemmen door het bos. Ze zongen zich hees, en ze maakten zo'n leven, dat de mensen in het dorp zeiden, die kinderen zijn vandaag zo rumoerig, er is zeker harde wind op til. Het had ondertussen al 4 uur geslagen, en de avondschool zou beginnen. Maar er waren zo weinig kinderen, meester begreep er niets van. Daar hoorde hij dat gezang in de verte. Wat deden die ondeugende rakkers daar toch buiten het dorp? Het begon al mooi te schemeren. Anders waren ze om deze tijd allemaal al binnen, en dan in deze kou. Meester, die zijn volkje kende, besloot de zaak eens te onderzoeken. Hij begreep wel dat daar iets aan de hand was. De kinderen die al binnen waren, werden zo lang overgelaten aan de zorg van de kweekeling, en meester begaf zich op weg. Hij behoefde niet lang te zoeken welke richting hij moest inslaan. Het gezang en gejoel wees hem de weg. Zo kwam hij dan bij de vijver, en het schouwspel dat hij daar zag, deed hem verstomd staan. Daar dansten zijn leerlingen als gekken heen en weer, en, wat was dat? Tegen de helling van het ijs lag ouwe Mijnd, met een touw om zijn middel, waarvan het andere eind aan een boom op de wal was vastgebonden. Het schuim stond hem op de mond, zo boos was hij, en met beide handen zwaaide hij zijn knuppel. Hij kon bijna geen geluid meer geven van woede, en de kinderen zongen alweer. De kinders hebben Mijnd gevangen, hiep, hiep. Stil, jongens, daar heb je meester. Plotseling hield het zingen op, en de kinderen drongen zich dicht tegen elkaar aan. Boten, kom eens hier, riep meester streng. Ja, meester, zei Boten, en hij kwam een paar stappen nader. Wat gebeurt hier? Dat is Mijnd, meester. Ja, dat zie ik wel deugniet, maar hoe komt die oude man daar zo vastgebonden? Ja, meester, dat kunnen wij niet helpen, meester. Hij was daar beneden op het ijs, en toen vroeg hij of we hem wouden optrekken, en we zeiden van ja, en toen gooiden we hem het uiteind van dit springtouw toe, meester, en toen bond hij dat om zijn middel, meester, en, meester, toen gingen we aan het trekken, meester. Ja, dat was goed, maar waarom hebben jullie de oude stumperd niet helemaal opgetrokken? Nu kwam Jetse tevoorschijn, en die liet zijn hand zien, en op die hand was een lelijke gezwollen striem zichtbaar. Kijk eens, meester, zei hij. Daar heeft Mijnd aan geslagen. Toen we hem zo hoog hadden opgetrokken, dat hij ons met zijn knuppel kon bereiken, toen gaf hij me ineens een harde slag over de hand, en toen hebben we Mijnd maar aan een boom vastgebonden, meester, want toen durfden we niet meer. Ja, gilde Mijnd nu vanuit de diepte, die schavuiten, die ellendelingen, die... Meer kon hij niet uitbrengen, zo boos was hij. Meester wist haast niet wat hij hier moest doen. De kinderen hadden straf verdiend, maar die Mijnd was ook een lastig heer, waar niet mee te gekscheren viel. Hij had zelf weinig lust om de oude bullebak op te halen, zolang deze zijn stok nog zo dreigend zwaaide. Mijnd, geef me je stok, zei hij. Nooit, zei Mijnd. Mijn stok krijgt geen mens. Nou ziet meester het zelf, zei Boten. Dat hebben wij hem ook al gevraagd, maar hij wou zijn stok niet overgeven. Dat was een lastig geval, maar meester wist wel raad. Hij zei kalm, nu jongens, als Mijnd zijn stok niet even uit handen wil geven, dan bedank ik er ook voor om hem verder op te halen, en dan moet hij hier maar blijven hangen. En meteen keerde hij zich af en deed een paar stappen in de richting van het dorp. Daar klonk hem opeens een geheel veranderde stem tegen vanuit de diepte. Help me toch, meester, o lieve goudene meester, help me toch. Ik wil jou mijn stok wel geven, meester, als ik hem dan straks maar eerlijk terugkrijg. Zo, zei meester. Nu word je verstandiger, oude Mijnd. Geef me nu maar gauw je stok, dan zullen we je wel ophalen. Kom, Kees, Boten en Jetse, jullie mogen me helpen trekken. En alle anderen, mars, naar school.
Mijnd knarsetandde alweer, toen hij zijn plaaggeesten opnieuw in het oog kreeg, maar de angst gaf hem de kracht om zich in te houden. Als een zoete schooljongen gaf hij de meester zijn stok over, en 1, 2, 3, hupsa, daar bereikte hij de veilige wal. Nu, Mijnd, ik groet je, zei meester, en laat je dit een les zijn om voortaan niet meer zo aan je verkeerd humeur toe te geven. Meteen gaf hij hem zijn stok terug. Mijnd bromde iets in zijn baard van kwajongens en van ellendelingen en van meesters die niet veel beter zijn dan hun leerlingen. En al knorrende verdween hij in de richting van zijn huisje. Kijk die arme man daar eens heen strompelen, zei meester tegen de drie jongens. Ja, het is waar, het is een boosaardige vent, maar zouden jullie ook niet soms wat uit je humeur raken, als je zo gebrekkig moest lopen? En wie weet wat een pijn die oude heeft aan dat stompje van zijn been. Foei, dat jullie hem zo geplaagd hebben. De jongens zeiden niets, want ze voelden wel dat ze iets verkeerds hadden gedaan, en stilletjes stapten ze achter meester aan. Natuurlijk kregen ze straf. Een hele week lang moesten ze alle dagen een uur school blijven, en thuis elke dag 100 maal op de lijst schrijven: ik mag geen mispels zoeken op de grond van een ander, en geen oude gebrekkige mensen plagen. De straf was heel onplezierig, maar toch dadelijk weer vergeten, zodra de week om was. Maar die paar eenvoudige woorden, die meester tegen de drie belhamels gesproken had, toen ze de ongelukkige oude daar zo gebrekkig zagen wegstrompelen naar zijn eenzame woning, die vergaten ze nooit. Maar bij al die avonturen had Jetse zijn gespokkeld hout op de wal laten liggen. Dat kwam hem in de zin, toen de school uitging en Klaas hem in het voorbijgaan toefluisterde: ik heb nog een dubbeltje verdiend met de petroleum. Daar was Mem wat blij mee, hoor. Jetse was een beetje jaloers dat Klaas nu weer wat voor zijn moeder had kunnen doen, terwijl hij met lege handen thuis moest komen, en hij had nog wel zulke goede plannen gehad. En nu moest hij nog een uur school blijven ook. Wat viel dat uur hem lang, en wat kreeg hij aan honger. Eindelijk was de straftijd om. De klok sloeg 7. Nou is vader al thuis, dacht Jetse, en nou heeft oude Saapke brei gekookt van de wei uit de boterfabriek. Eeltje, een oude broer van Jetse, die was al 14 jaar, en die verdiende elke week al een gulden op de boterfabriek, mocht namelijk elke dag een emmer vol wei mee naar huis nemen. Daar kookte Mem dan 's avonds pap van. Het was wel niet zo heel voedzaam, maar het smaakte goed, en je werd er zo lekker warm van. Hè, wat had Jetse daar nu een zin in? Hij zou liefst op een draf naar huis zijn gehold, maar nee, dan zou hij met lege handen komen, en hij zou toch van vader al knorrig genoeg krijgen voor zijn school blijven en voor zijn avontuur met Mijnd, dat door Klaas natuurlijk al in kleuren en geuren thuis verteld was. Ja, hij moest even die dorre takken gaan halen voor Mem. En hij liep alleen het dorp uit, langs het hardbevroren binnenpad, over de spookachtig witte sneeuw. Het was pikdonker, en de wind gierde over de kale velden. Alleen de witte sneeuw schitterde, en op een afstand hoorde hij de bomen van het bos zwiepen en kraken. Het werd Jetse wel een beetje angstig te moede. Hij begon een deuntje te fluiten, om toch maar iets anders te horen in deze eenzaamheid dan het gieren van de wind. Maar aan terugkeren dacht hij niet. Hij wou zijn takken zoeken. Vlak bij de gracht lagen ze op een hoop, dat wist hij. Daar lag het donkere bos vlak voor hem. Allerlei geluiden schenen eruit op te stijgen, en akelig kreunen en zuchten en piepen. Hu, wat gierde die wind! Hier moesten zijn takken liggen. Jawel hoor, op de witte sneeuw onderscheidde hij duidelijk iets donkers. Hij voelde eens met zijn voet, en ja, er knapte iets. Ja, het waren zijn takken. Vlug raapte hij ze op, sloeg er zijn armen omheen, en als een pijl uit de boog stoof hij ermee heen. Hij had een gevoel alsof het bos vol wilde dieren was, en of die hem allemaal achterna zaten. Gelukkig had hij maar 5 minuten te lopen naar het dorp, en weldra voelde hij zich veilig en rustig in de door een enkele lantaarn verlichte dorpstraat. Het was ondertussen ook beginnen te sneeuwen met grote vlokken. De koude sneeuw sneed hem in het gezicht. Zijn oren vooral werden zo vreselijk koud. Gelukkig, daar was hij in het welbekende steegje. Het was een hele heldendaad geweest om in het donker die tocht te wagen, en het gaf hem een prettig gevoel dat het nu achter de rug was en dat hij nu toch ook wat voor zijn Mem gedaan had. En zo kwam hij vrolijk binnen, als een frisse sneeuwman. Sneeuw overal, op zijn pet, op zijn das, in zijn haar, in zijn oren, op zijn buisje, op zijn klompen, en op de takken, waarmee hij zegevierend kwam aandragen. Mem, hier zijn takken,
riep hij. En Mem was heel blij met de takken, maar nog meer verheugde ze zich dat haar jongen weer thuis was, want ze was erg ongerust over hem geweest. Alle anderen zaten om de tafel. Wat rook het lekker in de kleine kamer. Vader en Eeltje kregen namelijk allebei vooraf wat aardappelen in olie gebakken. Ze hadden zwaar moeten werken. Ook Saapke mocht er een hapje van mee eten, omdat ze een gast was. De kinderen kregen alleen maar wijpap. Er stond een grote grof stenen schaal midden op de tafel. Daar hapten ze allen uit. Gelukkig zorgde vader ervoor dat Jetse goed zijn deel ervan kreeg, maar ondertussen las hij hem nog eens flink de les over zijn ondeugendheid. Jetse luisterde geduldig, maar om de waarheid te zeggen, voelde hij zich zo gelukkig in de warme kamer en met de hete pap voor zich, dat hij er niet zo heel erg meer op lette wat vader zei. Toen vader uitgepraat was en hem vroeg, "Zal je nou voortaan beter oppassen, Jetse?" Toen antwoordde Jetse vlug, "Ja, heid." En hiermee was het gelukkig afgelopen voor die dag. De beide meisjes werden nu naar bed gebracht in het keldertje onder de bedstee van Heid en Mem. De vier jongens sliepen in de tweede bedstee, en voor kleine Wiebe was een krib getimmerd tegen het beschot van Heid en Mems bed aan het voeteneind. Daar zou hij de volgende nacht voor het eerst slapen, want tot nu toe had hij altijd nog 's nachts in moeders arm gelegen. Maar dat kostelijke plaatsje was nu ingenomen door de kleine Pop, die door Saapke in een paars nachtjakje was aangekleed en met een katoenen slaapmutsje versierd. Vader moest nog even een paar briefjes schrijven. Eén aan Wiebke, de oudste dochter, die in de stad diende, en dan nog één aan zijn zoon Watse, die soldaat was. Aan beiden schreef hij het grote nieuws dat ze een klein broertje hadden gekregen, en dat moeder wel erg zwak was, maar toch gelukkig nogal gezond, en dat ze maar gauw eens moesten overkomen om de kleine Pop te zien. Het was een hele inspanning, dat schrijven. De goede man kon met zijn harde, kromgewerkte vingers de pen niet best hanteren. Saapke was naar huis gegaan, zodra ze het kindje bij zijn moeder in bed had gelegd. En nu blies vader het licht uit, en de hele huishouding lag in diepe rust. Einde van het tweede deel.